De dijk waar de vissers van Nikeri moeten aanmeren kalft af. En de dijk die hen was beloofd is er nog steeds niet. De vissers hadden bij DC Senrita Gubadan aangeklopt voor hulp. We spraken met districtsraadslid James Crutchlow over de beloofde dijk. Volgens Crutchlow hadden DC na het bezoek van de media een aannemer bereid gevonden het werk te doen. Maar de aannemer maakte het financieel moeilijk voor de vissers. We zijn dankbaar dat de burgermoeder een aannemer had gezocht, maar de vissers kunnen het gevraagde bedrag niet opbrengen. Ik moet ook weten van de aannemer zelf, die mocht in het geheel westelijk gedeelte baggermateriaal opgraven om dat te dumpen. Begrijp je? En het bedrag dat hij vroeg aan de vissers, maar dat nou, daar gaan we daar niet mee eens. Dus we zijn nu bezig weer iemand te zoeken die redelijk het werk kan doen en het werk uitvoeren, zo snel mogelijk. Want vissen hebben al geschoeid, het transport al was het probleem, begrijp je? Ze zijn bereid te betalen, maar dat is met Paiwang 150 gewoon lei, maar 250 gewoon lei, ga ik niet doen, want ik moet minstens 20 ladingen opkopen. Het is te veel voor ons. Begrijp je? Dus het is even on hold gezet, maar het is wel een startje. Samen met een DR-lid, Kassamus Diran, die zegt ook, heeft ook een personen, animus dit werk beter en goed kunnen klaren. Dus die komen wel in beeld. En zo snel mogelijk gaan we het moeten doen, want het rivierwater is stijgt ook continu. De afkalving vindt ook een dagelijks plaats, dus we gaan het moeten afwerken zo snel mogelijk. De werkzaamheden zullen de eerste week van februari aanvangen, geeft Crutchlow aan.